dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 4 Haven, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik van de D-toets van hoofdstuk 2, som 9, 11 en 12 bespreken. Dus laten we eventjes gaan kijken. Ik denk ook dat het goed is om de rekenmachine er even bij te pakken. Dus die zet ik hier eventjes. In beeld. En ook zodat ik hem zelf nog kan zien. Dat is wel mooi. Oké, goed. Nou, we beginnen dus met som 9. En bij som 9 staat het volgende. Som 9. D-toets, hoofdstuk 2. Som 9, en dat is op pagina 107 voor de mensen die wel mee willen kijken, maar om een of andere reden het niet duidelijk is dat D-toets hoofdstuk 2, som 9, pagina 107 staat. Oké, de concentratie C van een medicijn in het bloed van een patiënt wordt gegeven door de formule C is 100 gedeeld door T kwadraat plus 2. Oké. En dan zeggen ze, C is de concentratie in milligram per liter en T de tijd in uren met T tussen 0 en 4. Oké. Oké, nou leuk. En dan zeggen ze, bereken met welke snelheid de concentratie afneemt op T is 2 rond in het antwoord af op 1 decimaal. Oké, goed. Nou, laten we even gebruik maken van onze rekenmachine. En als je gebruik maakt van de rekenmachine, moet je dat ook opschrijven. Je schrijft op wat je in je rekenmachine invult in rekenmachinetaal. Dus, deze zooi mag weg. Even kijken. Ja, dus 100. Gedeeld door t kwadraat plus 2. Maar we hebben op de rekenmachine een x en geen t. Dus vandaar dat ik het hier met een x doe. Dus ook even op de rekenmachine invullen. X kwadraat plus 2. Als je het leuk vindt, kan je natuurlijk ook gebruik maken van de breukknop. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel leuk genoeg. Nou, de x loopt van 0 tot 4. Dat staat in de tekst. Hè? En als je hier 0 invult, dan staat er 100 gedeeld door 2. En dat antwoord wordt alleen maar kleiner. Dus ik stel voor dat ik mijn eigen gewoon laat lopen van 0 tot 50, dan zou die mooi in beeld moeten komen. Dus, even kijken. En je ziet het, prachtige lijn. Heel mooi. Goed, en wat willen ze nou? Bereken met welke snelheid de concentratie afneemt op T is 2. Oké. Nou, dan wil je dus de snelheid weten op een moment. En er waren twee manieren om de snelheid op een moment uit te rekenen. Je kon een differentiequotient berekenen op een klein interval. Of je kon het in één keer doen op je rekenmachine. En het lijkt me leuk om het nog even op allebei de manieren te doen. Dus snelheid op t is 2 kun je berekenen door het differentiequotient te doen op het interval van 2 tot 2,001 bijvoorbeeld. Dus hoe moest je dat dan doen? Nou, dan ging je de waarde voor c uitrekenen bij t is 2. En dan ging je de waarde voor C uitrekenen bij 2,001. Dan moest je daar iets mee doen. Nou, we hebben gelukkig een rekenmachine. De functie zit er al in. Dus als ik wil berekenen wat er bij 2 uitkomt, dan doe ik trace en dan toets ik dat in. En dan komt er 16 2 derde uit. 16,666666 16 2 derde. Nou, dan staat hij nu nog steeds op trace. Dus nu vullen we ook 2,001 in. En dan komt er uit 16,65556. Oké, en dan kunnen we nu die snelheid berekenen door het verschil van de C's te delen door het verschil van de T. Dus we doen 16,65556 min 16,666666. Nou, 5,6 is wel genoeg. Gedeeld door 0,001. Nou, kijken wat er uitkomt. Dus 16,65556. Min 16,66666. En dat moeten we dan delen door 0,001. En dan is die snelheid min 11,1 milligram
per liter per uur, hè? Dus eigenlijk is het milligram per liter uur. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Maar je rekenmachine kon dit ook in één keer. Dus je kon ook gaan naar calc DIDX, dat is optie 6. En dan vraag je gewoon om x is 2. En dan krijg je die snelheid daar cadeau. Dus dan zegt die DIDX is min 11,1111. Dus inderdaad hetzelfde antwoord wat we hier hebben. Dus dat is sneller. Dus in plaats van dit kan je ook doen, ik doe DIDX bij x is 2. En daar komt uit min 11,1 op de GR. En dan is minder werk. Maar dit is wel iets inzichtelijker natuurlijk. Oké, gaan we naar som B. We zeggen, vanaf T is 4 blijft de snelheid waarmee de concentratie afneemt constant. Bereken van welke waarde van T het medicijn uit het lichaam is verdwenen. Rond af op 2 decimalen. Je kan het op een inzichtelijke manier doen. Je kan het ook op een makkelijke manier doen. Ik stel voor om het te doen met een makkelijke manier. Gewoon even een raaklijntje maken. Dus ik maak mijn x-window wat groter. In de hoop dat ik dan die raaklijn beter kan zien. En ik ga een raaklijn maken bij T is 4. Dus. Als je een raaklijn wil bij een bepaald punt, dan moet je kijken wat de richtingscoëfficiënt is in dat punt en kijken waar die grafiek dan is. Dus dat is heel makkelijk, want je hebt hier een rekenmachine. Dus we willen C op tijdstip 4 en we willen de richtingscoëfficiënt weten. Nou, met de knop DIDX krijg je dat in één keer. Dus je hebt hier die second calc, DIDX, optie 6. En als we daar 4 invullen, dan zegt hij dat de hoogte is 5/5/9. Of 5,55555, maakt niet uit. En de richtingscoëfficiënt is min 2,469. Goed. En nu heb je dus de algemene formule van de raaklijn. C is AT plus B. Hè? Want je hebt een T-as en een C-as. Je hebt geen X-as en een Y-as. Die richtingscoëfficiënt die weet je al. Dat is die min 2,469136. Plus B. Die B kun je bepalen door het punt in te vullen. En het punt wat we invullen is natuurlijk T is 4, C is 5/5/9. Dus B. Ik ga te snel. Min 2,4 puntje puntje. Keer 4 plus B is 5/5/9. Dus B is 5/5/9 plus 2,4 puntje puntje keer 4. Nou, dat gaan we intoetsen. Dus de 5/5/9, dat is 5,5555. Plus 2,4. Oh, de 2 is weggevallen. 2,469136 keer 4. En dan kom ik uit op 15,432. Dus de formule van die raaklijn is C is min 2,469136T plus 15,432. Oké, dan gaan we even invoeren in de rekenmachine om te controleren of het inderdaad een raaklijn is. Of ik niet gewoon weer fout heb gedaan. Dus 2,469136X plus 15,432. En als je hier straks ook echt gebruik van maakt om te kijken wanneer het nul is, dan moet je natuurlijk eventjes dit opschrijven. Maar we gaan nu alleen maar even kijken of het een raaklijn is. Nou, hij raakt heel mooi. En ze wil uiteindelijk weten wanneer het nul is. Dus je kan twee dingen doen. Je kan opschrijven dat je dit hebt ingevoerd in je rekenmachine en dan calc 0 doen. Je kan ook gewoon algebraisch doen. Dan zeg je gewoon 2,469136t is gelijk aan min 15,432. Omdat we willen dat het nul is. En dan deel je dus dat getal door dat getal. Dus dan krijg je 15,432 gedeeld door 2,469136
En dan kom je uit op een waarde van t van 6,25 afgerond op 2 decimalen. Even kijken hoeveel decimalen wilden ze. 2 decimalen. Nou, dan komt er een hartstikke mooie 6,25 uit. Dus dat laten we lekker zo staan. Nou, mooi hè? Dus dat is vraag 9. Oké, nou, dan hebben we ook nog vraag 11 waar we naar wilden kijken. Dus laten we even ruimte maken op bord en vraag 11 gaan doen. Oké, vraag 11. Geef eens de functie fx is, even opschrijven, is min 0,2x tot de derde plus 0,6x plus 2. Schets in twee aparte figuren onder elkaar de grafiek van f en de hellinggrafiek van f. Oké, nou dit kan op een aantal manieren, maar ja, we moeten toch echt even weten hoe dit ding eruit ziet. Dus laten we eerst de rekenmachine maar eens even pakken en hem erin knallen. Dus we zeggen, I1 is min 0,2x tot de derde plus 0,6x plus 2. Oké, even invoeren. Deze zooi mag weg. Zo. Oké, dus min 0,2, die nul hoef je niet in te toetsen. X tot de derde plus 0,6x, nu hoef je nog steeds niet in te toetsen in dit geval, plus 2. Oké, ik ben benieuwd hoe dit ding eruit ziet. Het is een beetje saai window wat ik hier heb gekozen, denk ik. Dus dan laten we eventjes window, standaard window zetten. Misschien zien we dan wat meer van de functie. Oh ja. Oké, dus die grafiek ziet er zo uit. Zoiets. En dan zeggen ze van ja, teken daar de hellinggrafiek van. Nou, of schets de hellinggrafiek. Dit kan op twee manieren. Je kan zelf nadenken hoe de hellinggrafiek eruit ziet. Je kan het differentiëren, maar dat is pas bij de volgende som eigenlijk. Maar dat wil ik wel even doen. En je kan het in je rekenmachine vragen. Dus laten we eerst het zelf even doen. En dat ging als volgt. Je ging kijken naar de punten waarin je zeker weet wat de helling is. Nou, hier is de helling 0, want er zit een dal. En hier is de helling 0, want er zit een berg. Dus ik weet zeker dat hier de hellinggrafiek 0 is. En ik weet ook zeker dat hier de hellinggrafiek ook 0 is. Hier is de grafiek dalend, dus de helling is negatief. Hier is de grafiek stijgend. Klein beetje, maar het is wel stijgend. Dus de helling is positief. En hier is de grafiek weer dalend. Dus hier loopt je hellinggrafiek zo en hier loopt je hellinggrafiek zo. En die maak je dan zo aan elkaar zo. Huppakee, hellinggrafiek. Je weet niet precies hoe steil die is. Dus het zou best kunnen zijn dat die bijvoorbeeld zo loopt. Of zo. Maar dat maakt bij deze sommen niet zoveel uit. Maar toch kan je rekenmachine het wel mooi tekenen. En ik heb nu dat ding ingevoerd bij I2... Dus nou moet ik bij I3 mijn DIDX gaan invullen, weet je wel, met NDRIF. Gaan we nog even doen. Dus ik bluff hier gewoon dat het I2 is, maar op de rekenmachine doe ik het bij I3. Dus mat, optie NDRIF is optie 8. Dan krijg je dat enge gedoe, hè, die toverspreuk. En dan moest je dan hier die X neerzetten. Hier de I2, dus var IVARS function I2. Zo, en dat laatste dingetje moest dan weer X zijn. En dan kreeg je ook de hellinggrafiek in beeld. Nou, het duurt een beetje lang, maar dat is inderdaad het ding wat ik hier ongeveer heb getekend. Dus dan zeg je, ik doe dx van i1 met xx. Je rekenmachine kan dat ding dus ook schetsen en dat kan je dan overnemen. En dan krijg je gewoon dit tekeningetje. Goed, de andere manier is, en dat is eigenlijk bonus, want dat weet je dan zogenaamd niet in paragraaf 4, maar je kan ook differentiëren. En differentiëren was dat je met een kunstje de formule ging maken van de hellinggrafiek. En dat kunstje was dat je de exponent van x ervoor moest zetten en dan eentje eraf moest halen. Dus hier krijg je 3 keer min 0,2 min 0,6 x kwadraat plus, en als je alleen maar een x had in een getal, dan bleef dat getal staan,
En het losse getal dat ging weg. Dus mijn stelling is dat als ik dit ding ga tekenen, dat ik dan gewoon hetzelfde krijg als het zwarte ding. Dus dat gaan we nog even laten zien. We gaan even naar I4. En dat toetsen we dan in. Min 0,6 x kwadraat plus 0,6. En als we dit goed hebben gedaan, dan krijg je hier hetzelfde grafiekje uit als het zwarte grafiekje. Ah, inderdaad, het roze grafiekje gaat er keurig overheen. Dus dit is ook een manier om de hellinggrafiek te schetsen, namelijk gewoon even differentiëren. Nadeel is dat jullie nog niet alle functies kunnen differentiëren. Hè? Bijvoorbeeld dat ding wat we net zagen bij som 9, die 100 gedeeld door t kwadraat plus 2, die kunnen jullie nog niet differentiëren, maar later wel. En dan kan je dus ook op deze manier de grafiek schetsen van de hellinggrafiek, namelijk gewoon de afgeleide functie plot op je rekenmachine. Oké, ja, dat is leuk. En dan bij som B zeggen ze berekenen de helling van de grafiek van f in het punt A met x is 4. Ja, nou ja, kijk, als x is 4, dan moet ik dus die afgeleide weten in punt 4. Dus dan kan ik het hier gaan invullen. Dan krijg ik min 0,6 keer 4 kwadraat plus 0,6. Dus dat kan met trace. Hè. Dan ga je met trace op de roze grafiek staan en dan vul je 4 in. En dan zegt jouw rekenmachine, daar komt min 9 uit. Dus dat zal dan wel. Maar als je die afgeleide niet hebt, dan kun je natuurlijk ook gewoon je zwarte grafiek pakken. En daar ook 4 in vullen. En dan komt er ook min 9 uit, want de zwarte grafiek en de roze grafiek zijn hetzelfde. Alleen de roze grafiek is exact. En de zwarte grafiek is dat met dat DIDX op je rekenmachientje. Oké, dus dat is hartstikke leuk. Dus eigenlijk gaat som B nergens over. Maar som C is wel grappig. Bij som C zeggen ze van ja, bereken in 2 decimalen nauwkeurig voor welke waarde van x de helling van de grafiek van f gelijk is aan 5. Aan min 5. Dus, nou ja, mensen, je hebt meer rekenmachine staan. Hè? Dus je kan natuurlijk gewoon zeggen van nou, ik wil min 5 hier. Die gaat hij dan ook tekenen. En dan is de vraag, wanneer is de helling min 5? Nou, dus er zijn twee waarden voor x waarvoor die helling gelijk is aan 5. Dan kun je namelijk kalk-intersecten. Dus we doen nu een kalk-intersect met die, laten we dat doen, en met een nieuwe, I4 is 5. En dan zeggen we dat geeft x is, i is natuurlijk 5. Maar de x is interessant. Dus kalk intersect. Dat is optie 5. En dan willen we graag I1. Hè, dat is onze lijn. Snijden met de roze grafiek. Met de zwarte grafiek eigenlijk. Maar de roze is hetzelfde. Die is sneller. Dus ik doe het met de roze. Dan ga ik met het spinnetje op het snijpunt staan. Op het ene snijpunt. En dan zeg ik van waar zit dat dan? Min 3,05505. Oké. En die andere, het zal symmetrisch zijn, die zit waarschijnlijk gewoon bij 3,05505, maar laten we het even checken. Dus we doen kalk intersect met I1 en de roze. Dus hier selecteer ik I1, nu ga ik naar de roze toe en nu doe ik de guess. En dan zegt hij dat is 3,05505, maar dan heeft hij opeens wat meer cijfers. Oké, nou, dat mag. Dus dat zijn de waarden voor x waarvoor de helling gelijk is aan min 5. Dit moet min 5 zijn. Ik heb het op de rekenmachine wel goed ingetoetst. Op het bord was ik het minteken vergeten op te schrijven. En ik verwacht nu dat, ja, hier min 5. Zie je dat? 1 is min 5. Oké, dit is ook min, dit is min. Dus dat is hier ergens. Hier is de helling min 5. En hier is de helling ook nog een keer min 5. Oké, nou, dat is leuk. En je kan het ook exact, want je hebt hier de formule voor de afgeleide. Dus je kan ook zeggen van, ik wil dat dit min 5 is. Dus dan los je dit op met, dat kunnen we wel even doen. Wil je even proberen? Dus de vraag is, wanneer is de helling min 5? We hebben een formule voor de helling, namelijk min 0,6 x kwadraat plus 0,6. En je wil dat daar min 5 uitkomt. Nou, dan breng je die 0,6 naar de andere kant. Dan staat min 0,6 x kwadraat is gelijk aan min 5 min 0,6.
is min 0,6x kwadraat is min 5,6. Dan deel je door min 0,6. Dan staat er x kwadraat is min 5,6 gedeeld door min 0,6. Hè? En dan krijg je 9 1/3. En als je daar de wortel van trekt, dan krijg je plus of min de wortel van 9 1/3. Nou, dat zal dan wel die 3,0550505 zijn, maar laten we het even checken. Dus de wortel van 9 1/3, en 9 1/3 kan je ook gewoon zo intoetsen als je oppast met je haakjes. En dan krijg je inderdaad hier die 3,0550505 afgerond. Dus dat kan ook. Goed, dan gaan we nog even naar de laatste som die ik wilde bekijken. Dat was som 12. Gewoon eventjes wat functies differentiëren. Dus voordat ik dat doe, zal ik de belangrijkste regels nog even opschrijven. En dan gaan we de regels even toepassen bij som 12. De regels zijn zo opgeschreven dat x de variabele is, maar in sommige sommen is p de variabele of q. En dan doe je gewoon het regeltje voor x, dat pas je dan toe op q. Oké, als je een constante differentieert, krijg je 0. Als je een constante keer x differentieert, krijg je een constante. Als je een constante keer x kwadraat differentieert, krijg je 2ax. Als je een constante keer x tot de derde differentieert, dan krijg je 3ax kwadraat. En als je een constante keer x tot de vierde differentieert, dan krijg je 4ax tot de derde. Nou, jullie zien vast wel de regelmaat hierin. Deze macht wordt steeds eentje groter, dit getalletje wordt steeds eentje groter. Dus dit getalletje is eigenlijk de oude macht. Dus in het algemeen, als hier staat ax tot de n'de, dan is de afgeleide n keer a keer x tot de macht n min 1. Nou, en dat gaan we dan toepassen bij som 12, met als opmerking dat je het term voor term moet doen. Dus elk stukje van de formule moet je apart differentiëren. Dus bij 12a staat er fx is gelijk aan 1 derde x tot de derde min 3x kwadraat plus 7. Nou, dan passen we die regeltjes toe. Dan zeggen we de afgeleide van f, f accent x is, hè, hoe schrijf je dat op? Dit is de hellinggrafiek van die, je schrijft het met een accent. Dus 3 keer 1 derde is 1, dus dit wordt gewoon x kwadraat min 6x. Nee, dit is hem. Ja, want die plus 7 die valt weg, hè. Bij b hebben ze g als functie van p. Dus p is daar de variabele. P speelt de rol van x. 4p tot de derde plus 1 zesde p kwadraat min 11p plus 20. En dan moeten we hem differentiëren. En de p is de x, dus je krijgt 3 keer 4, 12p kwadraat plus 2 keer een zesde is een derde, dus 1 derde p min 11. Ja, want die p gaat hier weg, net als deze x. En die plus 20 is een ding zonder x, dus dat wordt 0. Gaan we naar c. Bij c zeggen ze van ja, nou moet je differentiëren. H of functie van q is gelijk aan 3q min 2 keer q kwadraat min 4q. Oké, nou, voordat je kan differentiëren hier moet je even die haakjes uitwerken. Dus dan krijg je 3q min 2q kwadraat plus 8q. En dan moet je ook nog eventjes, het moet niet, maar het maakt het even makkelijk, die 3q en die 8q even samen nemen. Dus dan krijg je 11q min 2q kwadraat. Nou ja, en de afgeleide daarvan, die kan je dus vinden door die 11q te differentiëren. Dat is 11 en die min 2q kwadraat 4q. Hè, want je krijgt 2 keer 2 is 4, die macht wordt eentje minder en die zie je hier niet meer. Oké, nou de laatste, die is wel grappig. K als functie van x is ax kwadraat plus bx plus c. Dus x is de variabele en a, b en c zijn constanten. En je herkent dit als de standaardformule voor de parabool. Als je die gaat differentiëren, dan krijg je, dus ax kwadraat differentiëren, dat letterlijk hier wordt 2ax. Bx differentiëren, dan krijg je alleen de b en die c gaat weg. Dus dat is d. En hier kun je dan nog iets leuks mee doen, maar dat is voor hoofdstuk 4 waarschijnlijk, of hoofdstuk 5. Dus, ik zal nog even kijken. Ik zie in de online les geen vragen. Dus ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Als er nog vragen zijn, dan voel je vrij om mij te bestoken met de vragen via e-mail of wat dan ook. Dus dan sluiten we even af.
Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.